Ik lieg nooit. Oké, maar bedankt. Dank je. Wat heb je deze week allemaal zo gezien? Ja, natuurlijk, het nieuws van de week was, ook voor de mensen van de Rode Loper, ja, heel die affaire met de 849 sms'jes, dat men dat ook geteld heeft, hè? 849 sms'jes van de premier, al dan niet waar, een heleboel roddel, maar enfin, daar werd dus wel veel over gepraat deze week. Ja, absoluut. Maar ik vind dat fantastisch eigenlijk zo, een premier met een seksleven, dat is eigenlijk nog nooit gezien in Vlaanderen. Dus, iemand met minares en zo, dan nog iemand van de CD&V. Dus ik vind dat eigenlijk wel geweldig is, alleen voor komieken toch. Voor, ja. Er is iets raar met die zaak ook. Het heeft te maken met Marijke en ze komt uit Braschaat. Ja. Wie er ook uit Braschaat komt is Sam Goris. Heeft een liedje gemaakt over Marijke. Ja. Plus Sam Goris heeft ook een liedje gemaakt en een sms'je doet geen zeer. Ja. Als Le Terme nu gaan vrijen met zijn basketsloefjes is de zaak compleet. Hè. Ja. Dus, maar ja, zijn strategie is natuurlijk liegen. Hij zegt dat hij die vrouw niet gezien heeft, dat hij maar twee keer gezien heeft en zo. Dus, ja, Le Terme is ook fan van coureurs, van wielrenners. Die liegen ook altijd vol een bak. Dus, die zeggen dat ze niks genomen hebben? Niks genomen. Le Terme heeft ook niks genomen, maar waarschijnlijk wel iets genomen. Maar geen nepo, maar een vrouw. Dus, maar een Marijke uit Braschaat. Maar het is een echte CVP'er, hij ontkent alles. Dus natuurlijk ook fantastisch zo. De CVP'ers, als die trouwen voor de kerk, dat is altijd... ik beloof u trouwen in goede en kwade dagen, maar bij Le Terme, de dagen ertussen met zijn goesting. Dus, applaus. Ik lieg nooit. Oké, maar bedankt. Dank je. 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 Ik lieg nooit. Oké, maar bedankt. Dank je.